Kampen, een van de 5 Hanzestadjes aan de IJssel. In de 13e eeuw was Kampen al een bekende handelsstad. De haringhandel vormde een belangrijke bron van inkomsten. In de middeleeuwen was Kampen lid van het verbond van handelssteden aan de Noord- en Oostzee, de machtige Hanze. De schepen uit Kampen voeren op alle havens tussen Rusland en Portugal. Handel en koopvaardij liepen echter terug toen na 1600 de IJssel verzandde en oorlogen het handeldrijven riskant maakten. Vlak bij de IJsselbrug vinden we het oude raadhuis met de aangebouwde 8-kantige toren en de hoektorentjes die nog dateren uit de 15e eeuw. Tegenover het Koeplein vinden we de Nieuwe Toren met een speciaal voor deze toren gegoten carillon van de beroemde Amsterdamse klokkengieter François Hémony. De Burgel, de oudste stadsgracht van Kampen, met zijn monumentale gebouwen. Zoals de Lutherse kerk, de stadsgehoorzaal en de Broederkerk. Een kerk geheel uit baksteen opgetrokken. Vroeger deel uitmakend van het klooster van de Minderbroeders. Waar vroeger het linnenweversgilde gevestigd was, zit tegenwoordig de bibliotheek van de Theologische Hogeschool. De kamperkoe neemt elke zomer tijdens de kamperuitdagen een aparte plaats in de kampersamenleving. Eens woonde in de Oude Straat de rijkdom van Kampen. Daaraan herinneren nog enkele oude huizen, zoals het Gotische Huis. Muziek neemt in de kampersamenleving een grote plaats in. Jong geleerd, oud gedaan. Kamper stadswapen illustreert de verbondenheid van Kampen met zijn schepen en stadspoorten. Hoog boven Kampens oude stadskern verrijst het haantje van de toren van de Bovenkerk. In deze bovenkerk bevindt zich een prachtig koor en een bijzonder mooi orgel. Oorspronkelijk telde Kampen 21 stadspoorten. Hiervan zijn er nog 3 overgebleven. De bekendste hiervan is de Korenmarktspoort. De andere 2 poorten, de Cellebroederspoort en de Broederpoort, werden in het begin van de 17e eeuw in renaissance-stijl verbouwd. Deze poorten, omringd door oude bomen en plantsoenen, dwingen respect af voor de ontwerpers en de bouwers van toen, rechthoekig, markant, geflankeerd door 2 of 4 zware torens. Een feestelijke stad met zo'n 500 monumenten. Kampen, de stad die er kerktorenhoog uitspringt.
Ik kan me voorstellen dat veel oudere mensen die op zo'n dag niet meer deel kunnen nemen aan de feestvreugde buitenshuis, misschien met een beetje weemoed terugdenken aan de koninginnedagen die zij zelf als kind hebben meegemaakt. En misschien denkt u zelfs wel, ik wou dat ik nog eens zo'n gezellige, ouderwetse koninginnedag kon meemaken. Nou, wij willen u daarin een beetje tegemoetkomen en in de komende minuten gaan we terug in de tijd. Duizenden kampenaren en een opvallend groot aantal belangstellenden uit de omgeving hebben de herdenking van de bevrijding van Kampen op 17 april bijgewoond. Door de genietroepen van de Margrietkazerne uit Wezep werd de bevrijding nagespeeld.
In het Kampenraadhuis was een groot aantal genodigden aanwezig om de onthulling mee te maken van het schilderij van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Kunstschilder Rien Bout maakte dit schilderij in opdracht van het Kampen gemeentebestuur. Met erg veel genoegen heb ik gevolg gegeven aan de invitatie van u, meneer de burgemeester, om vandaag hier in uw midden van genodigden en betrokkenen met uw bijzondere gasten een toch wel bijzondere handeling te verrichten. De stad Kampen bestelde in 1625 bij de Delftse portretist Michiel Jans Mierenveld 5 portretten ten voeten uit van Maurits, Willem de Zwijger, Philips Willem, Frederik Hendrik en Willem Lodewijk. En Kampen was hiermee de tweede stad die een echte reeks oranje portretten voor zijn raadhuis aanlegde. Het leven van Willem van Oranje, of ook wel Willem de Zwijger, kenmerkte zich door afwisseling van voor- en tegenspoed, rijkdom en ontberingen. Hij werd beroemd als leider van de Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheersers, een strijd die hem het leven kostte, maar tevens de eretitel Vader des Vaderlands opleverde. Willem was een beminnelijk en welbespraakt persoon, en dit in tegenstelling tot zijn naam De Zwijger, waarmee hij de geschiedenis is ingegaan. Die bijnaam was echter een scheldnaam, hem gegeven door zijn Spaanse vijanden, omdat hij altijd op het juiste moment zijn mond wist te houden. Na de mislukte veldtochten van 1568 ontstond in de legers van Willem van Oranje een lied, waarin de prins zich richt tot de soldaten die hij moet afdanken. Het lied kreeg al spoedig de naam Wilhelmus en groeide uit tot het nationale volkslied. Op geen enkel schilderij is prins Maurits zo oud en kaal weergegeven als in Kampen. En dit stelt dan ook de prins in het laatste jaar van zijn leven voor. Frederik Hendrik was onmiskenbaar een zoon van Willem van Oranje en een halfbroer van prins Maurits. Hij verenigde het politieke inzicht van zijn vader met de militaire kwaliteiten van zijn halfbroer. Frederik Hendrik voltooide het levenswerk van zijn vermoorde vader door de Spanjaarden definitief uit de noordelijke Nederlanden te verjagen. Hoogtepunt in zijn militaire loopbaan was ongetwijfeld de verovering van 's-Hertogenbosch in 1629. Deze overwinning alleen al rechtvaardigde zijn bijnaam, de Stedendwinger. Lodewijk van Nassau, stadhouder van Friesland, was een neef van prins Maurits en getrouwd met Anna, een zuster van prins Maurits. Willem Lodewijk had een tragisch huwelijk. Na 8 maanden getrouwd te zijn geweest met Anna, overleed zij. Hij hertrouwde niet en liet dan ook geen erfgenamen na. Portretten geschilderd door verschillende portretschilders, zoals Gerard van Honthorst, Jan de Baan en Johan Valentin Tischbein. In de 19e eeuw gaf de Kampenraad opdracht aan een plaatselijke grootmeester, I.C. Gaal, om kopieën te vervaardigen van elders bestaande beeltenissen van de koningen Willem I, de II en de III. Dat Willem Frederik, de oudste zoon van stadhouder Willem V, Nederlands eerste koning zou worden, had bijna niemand voor mogelijk gehouden.
slechts 9 jaar regeerde Willem II als koning van Nederland. In die periode kwam, vooral door zijn toedoen, een nieuwe grondwet tot stand die ingrijpende gevolgen had. Hij was een bijgelovig man die aan natuurverschijnselen belangrijke betekenis toekende. Een zonsverduistering of een komeet beschouwde hij als goddelijke tekenen. Was de minst populaire koning van Nederland. Hij was impulsief en driftig. Zijn huwelijk met zijn eerste vrouw Sophie was een groot fiasco. Zijn tweede huwelijk met Emma, een vrouw die zijn kleindochter had kunnen zijn, was wel een succes. Nadat zij 11 jaar getrouwd waren geweest, overleed koning Willem III. En omdat hun dochtertje Wilhelmina nog te jong was, werd Emma regentes. Door haar radiotoespraken tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Wilhelmina het symbool voor vrijheid. Een door alle lagen van de bevolking gewaardeerde inspiratiebron. Ze beschouwde het koningschap als een door God gegeven historische opdracht. Juliana is zonder twijfel het populairste Nederlandse staatshoofd tot nu toe geweest. Zij werd door veel Nederlanders gezien als een nationale moeder. Een rustpunt in een tijd van snelle veranderingen. Zij gaf het koningschap een menselijker gezicht en toonde groot respect voor de parlementaire democratie. Iets waar haar voorgangers grote moeite mee hadden. Zij zocht het contact met de mensen. Het portret van koningin Beatrix werd vervaardigd door Rien Bout, een kunstschilder die zijn opleiding volgde aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en het Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Koningin Beatrix werd bereid gevonden om enige malen voor deze kunstschilder te poseren. In het portret wordt niet alleen uitdrukking gegeven aan haar persoonlijkheid, ook de symboliek speelt een belangrijke rol. Tijdens werkuren en in overleg kunt u deze unieke reeks schilderijen bezichtigen in het Raadhuis van Kampen. Ons gesprek van vanmiddag houden we ook in Kampen. We praten met de heer Renes. Hij was jarenlang voorzitter van de Kampen Oranje Vereniging. Hij was nauw betrokken altijd bij de vele activiteiten die plaatsvinden op een dag zoals vandaag. Je bent bestuurslid geworden 9-12-48, maar 2 jaar ben ik al een klein beetje in het bedrijf geweest, in dat grote bedrijf van de Kampen Oranje Vereniging, in 46. Ik heb dokter Jacobsen, de onvergetelijke dokter Jacobsen, heb ik opgevolgd als voorzitter op 22-3-1967. Nu voor een jaar of 5-6 geleden heb ik mijn taak overgedragen aan jongere bestuursleden. Want ouderen, die moeten nog eens een keer plaats kunnen maken voor de jongen. Dat geeft nieuwe ideeën, geeft een nieuw elan. Dat geeft voor de stad waarvoor je werkt, waarvoor je je inzet, voor het algemeen. Geeft een heel andere kijk dan weer op. Want dan kom je weer in de leeftijdsklasse terecht die wat anders vragen dan zij eigenlijk de ouderen willen. Wat gebeurt er in Kampen zoal op een Koninginnedag of op een Bevrijdingsdag? Koninginnedag, dat begint 's morgens. Als u een langslaper bent, dan hoeft u de wekker niet te zetten. Want dan is er een ravelli waarop ook 8 of 9 muziekkorpsen en armee werken
En je wekt het nu wel uit een slaapje. Ze gaan de hele stad door. Dan kwam er eigenlijk een evenement dat eigenlijk al weken aan de gang was. En dat is de kinderzang. En ik weet niet of u ooit de kinderzang zelf hebt meegemaakt. Ik heb het zelf meegemaakt, ja. Ja? Maar dan onderga je iets van, dat is feest. Dat is feest dat er iemand jarig is, de hoogste gezagdraagster van ons vaderland. En dan krijg je een rilling door je heen als je allemaal opstaat het laatste en je speelt het Wilhelmus. Het mooiste voor de kinderen was altijd, als er een burgemeester was die tegen de wil van de inspecteur van het onderwijs eigenlijk zegt tegen de kinderen, jullie hebben zo goed gezongen, wat klonk dat mooi. Jullie mogen morgen 2 uur later op school zijn. Dan was er een gejuich. Nou, dat overstemde de zang eigenlijk. Ja. En dan was het eigenlijk de oude straat, hè. Waar je over de hoofden kon lopen. Dat was feest, al die verlachenheid. Dat was iets wat of je eigenlijk niet en nooit zult vergeten. De sfeer die er was in Kampen op een koninginnedag, dat was een oranjefeest. U had uw beroep en het werk bij de Kampen Oranjevereniging. En ik weet ook dat u ambtenaar was van de burgerlijke stand. Weet u hoeveel mensen u getrouwd heeft? 1606 mensen. Zo. Dus dat moet u dubbele rekenen, duur. Want het, ja, dubbele rekenen. Ja. Ja, en als u daar dan bij rekent dat de ouders nog leven en de bekenden, meestal zo'n 40, 50, ook wel eens 100, ook wel eens een enkeling. Hè? Maar dan zijn het al duizenden mensen die mij kennen eigenlijk. En het is nog steeds zo dat als we trouwen voor de wet, dat we elkaar dan trouw beloven in voor- en tegenspoed. Ja, dat is wel juist. Maar een ambtenaar van de burgerlijke stand hoeft er helemaal geen franje omheen te scheppen. Je trouwt voor de wet en een ambtenaar van de burgerlijke stand hoeft eigenlijk ook geen toespraakje te houden. Maar je hebt mensen die zich gedwongen voelen om wat in zijn binnenste leeft toch ook aan andere mensen mee te geven over het levenspad dat ze nou met z'n tweeën aangaan. Daarom is trouw voor mij blijvende liefde. En is daarom een gave, een hele grote gave, die je niet zonder meer in het schoot krijgt geworpen. Het is een opgave, een werkelijke opgave van iedere dag. Iedere dag opnieuw iets dat je waar moet maken. En waarvoor je je altijd moet inzetten met je gehele vermogen. Het is tevens, en dat wordt zo vaak vergeten in een huwelijksleven, het is tevens eerbied hebben voor de ander die naast je leeft. Iedere dag zul je eigenlijk opnieuw moeten trouwen om samen één te zijn, maar ook om één te blijven. Je zult nooit klaarkomen met trouwen. Alleen, en ik zeg het met zeer veel nadruk, op een latere leeftijd, en dan kun je elkaar zo slecht missen. U bent zelf al heel wat jaren getrouwd. Kunt u ons daar iets over zeggen? Het is heel moeilijk. Maar ik wil het proberen om onder woorden te brengen en niet te emotioneel wezen. Wij zijn 48 jaar getrouwd. En voor 2,5 jaar geleden is mijn vrouw door het oversteken van de verkeersweg tegen een rijdende auto aangebotst. En ze wordt verpleegd in een verpleeghuis Minnesota's.
En ik wou zo graag dat mensen... Ik heb er ook nooit zelf bij gedacht, hoor. Als je langs dat gebouw in ging, dan zag je een gebouw en zei... Nou, daar zitten die mensen daar. Maar ik wou met nadruk zeggen... Daar zitten mensen met zeer veel geloof. Daar zitten dienende mensen, verplegende personeel... waar ik zeer veel waardering heb. Dat is een huwelijksleven... waar ik altijd bij de jonge mensen heb gezegd... Ik heb zo even, meen ik nog gezegd... Ik weet niet wat ik precies je heb uitgelegd... Je moet elkaar volgen in voor- en tegenspoed. En dat was tegenspoed. En als je dit moet aanvaarden... dan is dat iets... wat de andere partner meer aanvaardt, die het aanvaard heeft eigenlijk, die zegt, ja, er is iemand geweest die nog erger heeft geleden als ik. Dan word je er stil van, dan ga je s'avonds naar huis en dan ga je erover nadenken. En dan denk je, nou, die is verder als ik. Dank u wel. En als u reacties hebt naar aanleiding van hetgeen u vanmiddag gehoord heeft, u kunt ons gerust schrijven. Ons adres is de Evangelische Omroep, van hart tot hart, postbus 565 1200 Antonico in Hilversum. Ik wens u nog een hele prettige voortzetting van deze Koninginnedag. En mocht u gezellig thuis blijven, u weet het, via dit net zendt de Evangelische Omroep dat vanavond 12 uur uit. En ik zeg graag tot over 14 dagen. Dag.